Ik zeg yo, 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 cowboys en cowgirls. Welkom terug bij Daddy Q. Welkom terug, cowvrienden. Daar zijn we weer. We zijn welkom in Rhodes. We zijn dit keer in Rhodes beland. En we gaan weer dupliceren. Dit keer heb ik mijn zitten gezet op een panter te dupliceren. En die zitten wel, die zitten hier zo. Hier naar beneden, hier naar beneden, hier beneden. We zitten boven Rhodes. Links van Saint-Denis. En daar zo zitten we. Daar zitten de panters. En de panters die gaan jou het meeste geld opleveren. Want met deze duplicatieglits worden je dieren, CQ-pelts, niet poor. Dus ze blijven goed. Dit beest gaat het meeste opleveren. Een panter gaat je namelijk $14 opleveren. In tegenstelling tot een cougar die doet $13,5. Ja, waar gaat het om? 50 cent. Maar ja, in 50 cent is in Red Dead Redemption alweer heel veel geld. Wat gaan we doen? Een leuk trucje. Ik heb hem gezien bij Jay Stone. Ik weet niet precies wie de founder is. Maar goed, ik geef hem in dit geval de credits maar van Jay Stone. We gaan onze paard wegsturen. Dus flee doen we. Dat is bij ons op de PlayStation rondje. En vervolgens blijven we op het vierkantje spammen. Dus rondje en vervolgens vierkantje spammen. Let op, daar gaat hij. Dus ik doe flee, rondje. En dan vierkantje, vierkantje, vierkantje. En dan roept hij dus eigenlijk stay, stay, stay. Dus dat zou op de Xbox de B-button en de X-button moeten zijn. Maar goed, moet je maar even voor de zekerheid goed kijken. Nou, dit hebben we gedaan. Wat gaat er nu gebeuren? Ons paard verdwijnt en onze koeken verdwijnt ook. Ja, dit is de originele panter. Die hebben wij geschoten. En dat gebeurt als je hem de eerste keer roept. We kunnen hem niet gelijk terugroepen, het paard. We moeten heel even wachten, zeker de eerste keer. Dus het is mooi even de tijd om eventjes even kijken... Even wat eten, zou ik zeggen. Oh nee, moet ik niet voor in mijn boek zitten? Nee, eten. Wat is dat? L1-button. Ja, L1-button en dan één keer naar rechts en dan pak ik even een blikje eten. Geglitste sessie, gasten. We zitten hier in een geglitste sessie, want er zitten rijen koetsen rond zonder bestuurders en het ziet er echt heel raar uit. Oké, volgende stap. Dus de eerste keer stuur je je paard weg en dan is je koeken weg. En nu stuur je hem weg en je roept hem weer terug. Dus rondje, vierkantje, 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 vierkantje. Dus je paard blijft weer staan. Dus eerst flee en dan hou je hem eigenlijk tegen dat hij wegvlucht. En nu, als het goed is, valt de koeken van je paard af. Dit is dus de tweede keer dat je hem weg hebt gestuurd. Nu valt de koeken van je paard af. Of de panter, moet ik eigenlijk zeggen. In ons geval nu de panter. Die valt er nu vanaf. Oké, dit is je originele panter. Deze wil je ten alle tijden bij je houden. Deze wil je niet kwijtraken. Dit is de panter die je wil hebben. Oké, als we de paard weer hebben weggestuurd, gaan we hem weer oproepen. Dat duurt altijd eventjes. Hij gaat de tweede keer wel weer wat sneller. Dat moet ik dan wel weer zeggen. In het begin moet je heel even wachten. Maar nu gaat hij wat sneller. Komt je paard terug en die heeft de cougar achterop. Kijk, dit is mooi. Dus hij heeft nu een cougar achterop die ik in mijn handen heb. Dat is het origineel. Die wil je echt niet kwijtraken. Oké, ik doe nu het origineel achterop het paard. En die nu op de grond ligt, dat is een duplicatie. Die hou ik apart. Dus dit is even een dingetje, moet je even leren op een gegeven moment. Wat is het origineel? Daar moet je even goed je ogen op houden. Die wil je niet kwijtraken. Origineel ligt terug achterop het paard. Kijk, hier komt er weer zo'n paar. Er komt weer zo'n koets aan. Zo, niemand erop. En daar komt er nog eentje aan. Ook niemand erop. Oh god. Hey, gasten, ik sta een video op te nemen. Kunnen jullie alsjeblieft even aan de kant? Want ik probeer wat uit te leggen. En het is al niet zo makkelijk. Oké, we gaan weer paard wegsturen. Dus weer flee. Dus rondje. En vervolgens blijf je op vierkantje spammen. Dat hij niet echt wegvlucht. Dus je doet eerst flee, rondje. Vervolgens blijf je op vierkantje spammen. Achterop het paard ligt ons origineel en die werpt hij nu af. Dus origineel heeft hij nu afgewerpt. Duplicatie hebben we al weggelegd. Hè? Dit is het origineel, daar blijven we bij. Die willen we houden, die willen we niet kwijtraken. Hou het bij wat het origineel is. Vervolgens roepen we ons paard weer op het moment dat hij zo dadelijk er weer is. Oké, paardje, joehoe, waar ben je? Paardje, paardje, hotje, kotje, kotje, schiet op, kut paard. Kom op, ja, daar is hij. Ja. Jezus, die paarden moeten ze straks naar het paardengekkenhuis brengen. Die wordt helemaal gek van me. Oké, ik gooi het origineel weer achterop. Ja, zie je? Origineel zit er achterop. Dit is de duplicatie. Leg ik even apart, zodat ik niet in de war kom. Oké, leg ik even bij de rest. Ga ik zo meteen allemaal in één keer verkopen. Hoppakee, flikker maar neer.
Nu ga ik het paard weer wegsturen en dan gooit hij mijn originele pand er weer achterop. Dus rondje, vierkantje, vierkantje, vierkantje. Gaat hij in de rem, een soort van handrem of zo gooit hij erop. En dan gooit hij zo dadelijk mijn origineel er weer af. Kijk, ik heb weer een koets aan. Er staat ook weer niemand op. Kijk, ja, maar het is gek, jongens. Echt een gekke wereld. Of paarden die half in de grond zitten. Het ziet er soms gek uit. Oké, dit is het. Dit is mijn origineel. Hou ik weer netjes bij me op mijn schouder. Daar blijf ik gewoon. Altijd diegene, dat is degene, daar wil je oog op houden. Die wil je niet verkopen, die wil je niet kwijtraken. Die wil je zorgen dat die altijd bij je blijft. Nou, ik zal even laten zien. Ik ga hem natuurlijk niet verkopen, want ik zou even gekke Henkie niet. Nee, ik ben Daddy Cool, maar niet gekke Henkie. Kijk, $14, dat zijn ze waard. Een panter is $14 waard en een cougar is $13,50 waard. Dat, echt, dit zijn de bedragen, die kan je achter elkaar blijven dupliceren. Dit is een solo money glitch. Ja, ja. Solo. En niet al die andere KUT-methodes. KUT-paard. KUT-paard. Ik kan er ook puntjes tussen zetten. KUT-paard. Nee. Oké, we gooien weer achter op een paard. En dan gaat hij weer. Nou, jullie begrijpen het wel. Ik zeg Daddy Cool signing out. Happy duplication. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.